Heerlijk om weer hier te zijn. We hebben er naar uitgezien. Het is zo mooi om te zien elke keer als we hier komen, dat elke keer weer dingen zijn vernieuwd. En daardoor dat er een verandering is. En het is misschien wel hetzelfde gebouw, en toch verandert er iets. Omdat dingen vernieuwd worden. En dat is ook iets wat de Heer Jezus tegen mij nog niet zo lang geleden zei. Hij zei tegen mij in de nacht, ik werd wakker en... Hij zei, Erika, jij bidt heel vaak, Heer, verander mij. Want ik wil zo graag veranderen meer en meer naar het beeld van Christus. En toen zei hij dit tegen mij. Wil je het anders gaan bidden? Wil je nu eigenlijk bidden, Heer, vernieuw mij opdat ik verander. Vernieuw mij opdat ik verander. En toen, daar moest ik net ook aan denken. Dat als je, je hebt een vernieuwing nodig. En ik was even aan het opzoeken tijdens de aanbidding. En ik vond het zo mooi, omdat het staat in Romeinen 12. Hè, daar gaat het ook over de vernieuwing van je denken. En dan staat er in de basisbijbel. Daar staat. God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de mensen die niet geloven. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dus als je anders gaat denken, ga je ook anders leven. En dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. En we zongen net, vul dit huis met uw glorie. En wat denken jullie bij het woord glorie? Waarmee wil je dan dat God het huis vult? Roep eens wat. Want dat zingen we dan zo mooi, hè? Vul dit huis met uw glorie. Wat wil je dan? Wat wil je dan zien? Zijn tastbare aanwezigheid... Ja, vreugde, liefde, kracht, zijn heerlijkheid. En dus als wij zeggen, Heer, vul dit huis met uw glorie, dan mag je eigenlijk dat ook vertalen, dat woord glorie mag je namelijk ook vertalen, vul dit huis met uw cultuur. Vul dit huis met uw cultuur. Dat wij met elkaar eigenlijk ook weten, hey, wij zijn eigenlijk in de cultuur van Gods koninkrijk. We zijn in de cultuur van Gods hemelse aanwezigheid. Dus als ook mensen binnenkomen, mensen die nog niet wakker zijn geworden in Christus, ja, die wel kinderen van God zijn, maar die nog niet wakker zijn. Als die dan wakker zijn, wakker worden, dan worden ze vaak wakker, doordat ze ervaren, wat is dit? Dit is anders. Dit is niet de cultuur van deze wereld. Dit is een cultuur van een andere dimensie. Dit is deze vreugde. Ja, die kennen we niet op die manier. Die vrede, die kennen we niet op die manier. Ik heb zelf ook meegemaakt dat toen ik vanuit mijn kerkelijke achtergrond, waar ik absoluut ook wel iets heb ervaren van Gods aanwezigheid. Maar toen ik in een groep mensen kwam die stonden te aanbidden. En die expressie in hun lichaam. Maar ook zo echt, zo persoonlijk. Zoals net ook onze broer naar voren kwam. En u gewoon vertelde dat God zegt, dit is wie ik ben. Zo persoonlijk, dat Hij spreekt. Maar ik zag ook tekenen, wonderen, krachten. En in die cultuur van Gods koninkrijk, daar ga je veranderen. Omdat je vernieuwd wordt. En je denkt, hè? Ik heb dit nooit zo geleerd. Hè? Hoe zit dit? En God wil graag dat zijn huis vol is. Niet alleen met zijn glorie en met zijn heerlijkheid. Maar dat wij ook die gloriedragers zijn. Dat wij ook daadwerkelijk ook iets daarvan laten zien. En dat mensen zeggen, hé, hoe kan het dat jij zo geduldig bent? Hé, hoe kan het dat jij zo vriendelijk bent? Hé, hoe kan het dat jij zo zachtmoedig bent? En dat je zegt, ja, maar ho, dit is even niet vanuit mijn eigen cultuur. Ik heb vanuit de cultuur van Gods Koninkrijk, ben ik veranderd. Doordat ik vernieuwd ben geworden in mijn denken.
En gisteren was ik even bij onze kleinkinderen. Ik had even zin om even onze kleinkinderen op te snuiven, noem ik dat dan wel eens. En ik zat op de fiets en ik wist niet of ze thuis waren. Maar ik reed er naartoe en ze waren thuis. Dus het was al heel grappig dat onze kleinzoon van 2, die zei, oma! Nou, dat is altijd al heerlijk, hè? Als iemand je zo op die manier verwelkomt. En ik kwam daar dus in het huis van hen. En Sarah en Philip, die waren daar. Nog 2 meisjes uit de buurt, die speelden daar. Hele tent op kop weg. Het is ongelooflijk. Overal speelgoed, maar ook dekens. Ze hadden huisjes gebouwd en weet ik veel allemaal. En oma kwam binnen en ze zaten met elkaar aan tafel. En ze waren even een fruitje aan het eten. En de een had een peer en de ander had wat aardbeien. En oma, wil jij ook wat? Ja, ik mocht een banaan. Dus ik zat aan tafel. En ik vroeg aan onze kleindochter. Hoe was het op school? Wat heb je op school gedaan? Oh, de tieners die gaan eruit. De kinderen. Tot ziens. En toen zei ik van, wat heb je op school gedaan? Nou, en toen was er allerlei natuurlijk. Ze gaan toch opeens, alle kinderen gaan weg? Oké. Okay. Jullie hebben heel veel tieners, zeg. Wauw, dat is tof. Geweldig. Je zou haast daar naartoe gaan om daar te spreken. Zo, dat is gaaf. Zoveel tieners. Wat tof. Oh, dat zie je ook in andere kerken soms wat minder. Dus ik ben helemaal blij dat er zo'n exodus van tieners wegging. Dus, Maar toen zei onze kleindochter, die zei, ik zeg, hoe was het op school? Ja, goed, wat hebben jullie gedaan? Ja, pies en poep en jullie kwamen allemaal lelijke woorden uit haar mond. En haar moeder zei, Sarah. En toen ging ze nog even door. En toen zei ze, Sarah, dat past niet hier in dit huis. Ze zei, deze woorden wil ik hier niet in dit huis hebben. En ik merkte gewoon, dat was gewoon. En toen wou ze nog even 1 ding zeggen. Toen zei ze, nee, Sarah. En ik denk, God, kijk, Susanne houdt nog net zoveel van Sarah. Hè, ook al heeft ze eigenlijk die lelijke woorden en werk voor allemaal. Maar ze zegt, dit past niet. Ik wil je opvoeden. Ik wil je meenemen, want dit past niet in ons huis. Zo hadden Henk en ik ook. Hè, wij, toen onze kinderen klein waren, hadden wij een zogenaamd vieze woordenlijstje. En we hadden een hele lijst woorden die wij niet wouden dat dat in ons huis gezegd zouden worden. Werden ze wel gezegd, kreeg je een streepje. En na 5 streepjes mocht je een klusje doen. Moest je een klusje doen. Ja. Maar het heeft ons als gezin wel geholpen met het spreken. Hoe spreken we? Ja. En ook Henk en ik deden mee. En er zijn zelfs wel eens momenten geweest, dan ging het per ongeluk en soms deden het ook met opzet. Zodat wij ook 5 streepjes hadden, zodat wij ook een klusje moesten doen. Omdat zij mochten leren, dit gebeurt ook wel eens met ons. Maar het was een vernieuwd worden in hun denken. Dus zo hadden we een hele lijst waarvan we zeiden, vieze woordenlijst, en als het was. En dat werd in de kas van onze meterkast, in de binnenkant van de deur, daar hing die lijst. Met de namen. Papa, mama en dan Gerrie, Guus, Thijs, Wout. En ze mochten elkaar dus ook, als het ware, corrigeren. Dat als ze het hoorden, dan mochten ze, hé, je zegt dat woord. En dan werd er een streepje gezet. En dus ze letten ook goed op elkaar. Maar wat wij bemerkten na verloop van tijd, is dat die vieze woorden gewoon in ons huis niet meer gebruikt werden. En dat vonden we fijn. Want we willen een huis zijn vol van zijn glorie. Vol van het koninkrijk van God. En daarom spreekt God ook in Colossense daarover. Daar wil ik met jullie naartoe. Naar Colossense 3. Colossense 3 vers 1 tot en met 17. En daar staat. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en die niet op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw lichaam is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult u ook met hem verschijnen in heerlijkheid.
dood dan de leden die op aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en hebzucht. Die niet anders is als afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarom hebt gij ook eertijds gewandeld, toen gij erin leefde. Maar thans moet u ook dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkaar. Daar gij de oude mens met zijn praktijken aflegt. En de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van de schepper. Waarbij geen onderscheid is tussen Griek of Jood, besneden of onbescheiden, barbaar of skiet, slaaf of vrije, maar alles en in alle is Christus. Doe dan aan, als de God uitverkoren, heilige en geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Indien de ene een ander tegen de andere grief heeft, gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeert in je harten. En wees dankbaar. Het woord van Christus woont rijkelijk in je, opdat gij in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst. Met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen zingende, Gode dank brengende in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doe alles in de naam van de Heer Jezus, God. Van de Heere Jezus, God de Vader, dankende door hem. Het begint met indien gij opgewekt staat. Opgewekt zijt. In een andere vertaling staat, als je het samen bent opgestaan. Raise together. Ja? Dus wij kunnen ook eigenlijk niet vragen. Ja, van de mensen die in deze wereld zijn. Zeg niet dit, zeg niet dat, doe niet zus, doe niet zo. Want velen van hen zijn nog niet opgewekt met Christus. Het zijn allemaal kinderen van God. Alle zijn kinderen van God. God is nooit gezegd, oh jullie zijn mijn kinderen niet meer. Nee, jullie zijn mijn kinderen, alleen jullie zijn... We missen iets in de relatie met elkaar. En Christus is gekomen om die relatie te herstellen. Omdat we opgewekt zullen zijn. Als kinderen. En dat is het mooie. Dus als je een openbaring krijgt, als je op dat moment hebt dat je denkt, hij wekt mij op. Wat is er gebeurd? Het is net wat onze broer zei, het is genade. Hij wekt je op en je zegt, ja, ik wil mee in uw huis. Ik wil mee in uw cultuur. Ik wil dat u mij vernieuwt, opdat ik verander. Ja, Henk en ik, we mogen ook wel eens naar het buitenland gaan. En toen ik voor het eerst naar Suriname ging, ja, daar is ook een andere cultuur. En je wil in die cultuur, je wil gewoon de mensen bereiken in die cultuur. Dus wat ik dan ook vraag, wat zijn hier de gewoontes? En als je daar in een gemeente bent, maar ook met elkaar, maar zeker ook met ouderen, en je spreekt ze gewoon echt aan met u. En dat vergeet ik dan soms wel eens, omdat ik dan in mijn eigen... Maar je zegt gewoon u. En je zegt niet zomaar Erika, het is zuster Erika. Het is broeder Erika, of broeder Henk. Ja, en er zijn er bepaalde culturen. Weet je, we gingen met leiders gingen we uit eten. En dus ik had een deel van het restaurant afgehuurd en we gingen daar eten. En lekker lunchen. Dus ik had lekker al dat eten op tafel. En ik dacht, nou dan gaan we lekker connecten met elkaar. En nou, dus iedereen ging aan het op. Het schepte hun eten op hun bord. En het was zo stil. Ik dacht, wat gebeurt hier? Er wordt helemaal niks gesproken. En ik voelde me een beetje... Heb ik iets verkeerd gezegd? Heb ik iets verkeerd gedaan? Dus op een gegeven moment durfde ik het maar gewoon te doorbreken. Ik zei, heb ik misschien iets verkeerd gezegd? Of verkeerd gedaan? Want jullie praten eigenlijk niet nu. En toen zei een van die leiders, die zei... Oh, zegt hij, weet je dat niet? Wij Surinamers, wij eten eerst. En we praten dan. En niet... We eten eerst lekker van het eten en daarna gaan we dus die fellowship hebben. Dus toen dacht ik, oké. Ik zei, nou dan gaan we eerst eten. Nee, zei hij, we kunnen het nu ook anders doen. En toen begonnen we wel met elkaar te spreken. Maar ik wist het dus niet. En dat is soms ook in mensen die komen. Ja, misschien voor het eerst komen, ook in onze kerken. In onze samenkomsten, in onze huizen. Die moeten ook leren, wat is dan die glorie van God? Maar hoe zullen ze het leren als wij ze niet voordoen? Als het niet anders is. Dus het is belangrijk, ja, dat we
naast dat we opgewekt zijn, hè, dus je zou ook kunnen zeggen, hè, wij lagen te slapen en Jezus heeft ons opgewekt. En we worden wakker en denken, hé, waar zijn we? En dat hij zegt, kijk, ik neem je nu mee, mijn huis, mijn leven in. En dat vind ik gewoon zo mooi. En dan zegt hij, zoek de dingen die boven zijn. Ik was vanmorgen nog ik was onderweg en ik ging toch even kijken in een andere vertaling. Toen werd daar gezegd, dan moet ik weer even mijn telefoon, want dat kon ik zo snel meer met mijn aantekeningen doen. Aantekeningen zetten. Even kijken. Ik heb hem in mijn... Dan staat, aangezien jij met Christus tot een nieuw leven bent opgewekt, richt dan je blik op de realiteit van de hemel, waar Christus op de ereplaats van, zit aan de rechterhand van God. Dus die vertaling zei, richt je blik dan op de realiteit van de hemel. En dat vond ik zo mooi, de realiteit van de hemel. Alles is door hem, in hem en tot hem geschapen. Dus ook gewoon hoe we mogen kijken. En als wij dus kijken naar de realiteit van de hemel, dan we kijken dus eigenlijk, oké, zo wordt er in de hemel met elkaar gesproken. Zo wordt er in de hemel met elkaar omgegaan. Dit is de kracht en de glorie van God. Aha, dat mag ook hier op aarde komen. In en door mij. Ja? Dus, wat is er dan nodig? Ja, dus dan kijk je eigenlijk, wat is de realiteit van de hemel en wat is er dan nodig? En dan zegt Paulus, die zegt, dood dan. Hij zegt, je mag ook zeggen, vermoord dan. Ja, hij zegt, ik wil dat je de onreinheid of de hartstocht of de boze begeertes of die hebzucht, dat je die als het ware als een persoon ziet en dat je zegt, nee, ik wil dit niet meer. Ik dood het, ik vermoord het als het ware. Ja. En dan zegt hij, maar niet alleen dat, ja, doe ook alles weg. Andere vertaling zegt, leg alles af. En dan zegt hij, en dan gaat het over niet alleen de dingen die de uitwerking zijn, zeg maar, dus de hebzucht en dergelijke, maar ook over je karakter. Hij zegt, leg alles af. Wat komt er uit je mond? Ja, zoals mijn kleindochter, wat komt er uit je mond? Als ouder, als moeder van Sarah zegt Suzanne, dit past niet bij je. Je wordt er ook niet mooier van. Eerst in het begin is het wel even grappig misschien. Maar het is niet mooi. Ik bedoel, als dat doorgaat en ze is straks 25. En ik zeg, hey, hoe was het? Ja, poep en pies. Dan zeg je, nou, dit past gewoon niet. Ja, wij, God zegt, hij houdt van ons. En ook al zouden die dingen zeggen, hij blijft van ons houden. Hij zegt alleen, hey, het past niet. Het geeft eigenlijk niet een weerspiegeling wat de realiteit in de hemel is. Hoe wij met elkaar omgaan. Vader, Zoon, Heilige Geest. Hoe wij omgaan met elkaar, met liefde, respect, met die goedheid. En ik denk dat God verlangt ernaar. Ja, tekenen, wonderen en krachten zijn ontzettend belangrijk. Ja, ook binnen de glorie van God. Maar ik heb gezien dat niet altijd mensen hoeft te veranderen. Maar vriendelijkheid, liefde, vreugde. Gewoon tijd nemen voor elkaar. Verbinding, gewoon de realiteit van de hemel. Want het is ook zo mooi dat daar staat op die ene vertaling, ja, honor. Hè, dat op de plaats waar Jezus is geëerd. En als hier een plek is, als wij met elkaar een plek zijn waar we elkaar eren, waar we elkaar respecteren, dan komt de wereld, wat is de wereld? En onze broers en zussen binnen die nog niet tot geloof zijn gekomen, die nog niet tot het vertrouwen zijn gekomen, die zeggen, wat is hier? En daarom is er zo'n aanval op ons als kinderen van God. Ja, zo'n aanval dat wij met elkaar ook binnen het lichaam van Christus ruzie met elkaar maken, oneenigheid is en dergelijke is. Want dan wordt de cultuur van Gods koninkrijk niet zichtbaar. Maar ik geloof dat we een tijd ingaan dat God ons meer en meer leert. Om echt ja, te leren van leg dat oude af en doe dat nieuwe aan.
Ja, afleggen. De Bijbel zegt ook uittrekken. Ja, u bent nu met Christus bekleed. Weet je, toen ik vanmorgen mijn kleren aantrok en mijn schoenen strikte, hoef ik er niet meer echt over na te denken. Maar kan jij bijvoorbeeld al schoenen strikken? Ik zie jou, kan zij al schoenen strikken? Nog niet, hè? Nee, dus dan moeten we helpen om haar de schoenen te strikken. Maar jullie gaan wel een keertje haar leren om schoenen te strikken, toch? Ja. En is dat jullie dochter? Ja? Kan jij de papa van, ik weet niet hoe ze heet, van Lea, kan jij je schoenen strikken? Ja. Heb je er, moet je er echt nog bij, ja, dat is geweldig, ja, dat is geweldig. Moet je daar nog bij nadenken? Soms. Als je te moe bent om uit je bed te komen. Ja, oké. Maar meestal, kijk, of je blouse dicht doen. Ja, als je nog heel klein bent, kan je die fijne motoriek en je kan die knoopjes nog niet dicht doen. Of je doet het dicht en het is helemaal scheef. Maar ik neem aan, u met op de derde rij, u hebt een mooie streepjesbloesje aan. Dat u vanmorgen dat eigenlijk haast gedachteloos doet. Toch? Ja, maar er is een tijd geweest dat u dat niet gedachteloos deed. En dat je anderen daarmee moet leren. Ja, jullie gaan Lea leren veten strikken. Terwijl je het zelf heel goed kan, maar dat is leren. En de Bijbel zegt eigenlijk ook, en dat zegt hij ook, dat we moeten leren dat nieuwe leven, die nieuwe cultuur aan te trekken. Je moet het oude uittrekken, maar die nieuwe cultuur moet je leren. Ik heb een vriend en die heeft jarenlang in een band gezeten. En misschien dat jullie hem ook wel kennen. Xander Stok en Nax heette die eigenlijk voorheen als artiest. Hij is nu op dit moment door God enorm gegrepen. Ja, om echt vanuit het woord van God liederen te maken. Project of Love kan je echt aanraden. Om dat te gaan beluisteren. Hij heeft heel Jesaja, hij neemt stukken uit de Bijbel en die neemt hij gewoon letterlijk. Hè? Het is niet, hij voegt er niks aan toe en hij maakt er prachtige liederen over. Maar die man is jarenlang, ook in zijn taal, het was gewoon het F-woord naar het F-woord. En dan kom je tot geloof. Ja, en dan verandert er al zoveel. Maar soms kwam dat gewoon nog, ik weet niet hoe het nu precies is, maar het kwam er gewoon elke keer wel uit. En dan kunnen we zeggen, dat mag niet, dat mag niet. Ja, dat kunnen we doen. Dat werd ook tegen hem gezegd. Had hij een geweldig interview gegeven. Ja, mensen werden aangeraakt. En dan kwamen mensen van, ja, maar je moet dat F-woord niet zeggen. De Bijbel spreekt dat we elkaar mogen leren en onderwijzen. Ook staat ook in dit, maar dat is niet onderwijzen en terechtwijzen. Het is leren en adviseren. Leren en adviseren. En wij moeten ook rekening houden met elkaar. Daarom staat de Bijbel hier, staat er ook even, geef elkaar. Ja, en verdraag elkaar. Soms moet je ook even verdragen dat iemand net uit die hele andere cultuur komt. En die misschien nog niet direct gewoon dat F-woord uit zijn vocabulaire heeft. Die moet nog een stuk vernieuwd worden in zijn denken. En dan moet je elkaar adviseren. Joh, je zegt dat woord. Hey, heb je dat nog nodig? Nee, hij zegt ook, dat heb ik helemaal niet nodig. Maar het zit nog zo in mijn systeem. Ik moet nog meer vernieuwd worden. En wij moeten oppassen dat ook als mensen komen, dat we heel snel over hun oordelen van, ja, maar dit doe je toch niet als christen? En dit doe je toch niet als christen? De Bijbel zegt, het is niet de bedoeling dat we elkaar gewoon de vinger wijzen, maar dat we elkaar bevragen. En dat we elkaar onderwijzen. Je onderwijst door zelf voor te doen, maar je mag ook dus zeg maar dat terechtwijzen, wat daar staat in onze vertaling. Dan denk ik, waarom niet? Ja, adviseren. Ik wil je adviseren. Hey, mag ik iets laten zien? Hey, denk je dat Jezus ook elke keer het F-woord zou gebruiken? Ja. Ik bedenk even, in de hemel, zou ook de Vader om de havenklap dat F-woord willen gebruiken. Geloof ik niet. Dat hij dat niet doet. Tenminste, ik lees het niet in de Bijbel. Hij is goed en welwillend en zuiver en ook in zijn spreken. Dus we mogen elkaar daar in alle liefde, zegt ook Colossense, we mogen elkaar daar wel op wijzen.
Eentje verder. Nou goed, dat ga ik dan zo even doen. Maar we mogen elkaar erop wijzen. En dat is niet altijd even leuk. Als Henk mij op dingen wijst. Maar Henk, we hebben vanmorgen al een goede les gehad, hè, in de auto. Heel goed. Ja. En ja, tof hè. Henk die heeft mij vanmorgen weer even een les. En ik merkte, hij heeft er al vaker met mij over gehad. En vanmorgen viel het kwartje of zo ergens. Ja, nu pas. Ja, maar hij heeft mij verdragen al die tijd. En heeft me ook vergeven al die tijd. Maar het was gewoon een manier van vraagstelling. En opeens dacht ik vanmorgen, ja, ik moet gewoon ook anders de vraag. Ik moet anders de vraag stellen. Of ik moet anders, ja, ik denk heel snel. En dan denk ik, oh, dit en dat en dat. En dan vergeet ik eigenlijk een bepaalde manier de vraag. Maar vanmorgen dacht ik, ja, dat is goed. Toen gebeurde het later nog een keer tijdens de reis. Dat ik dacht, oh. En ik zeg, oh. Dus ik deed het. En direct werd ik eigenlijk van binnen. Dat ik dacht, oh nee, ik moet het nu anders doen. Ik zeg, oh sorry, zei ik. Dus ik vroeg het op een andere manier. Dan zei hij, je leert snel. Nou, dat is mooi, elkaar ook aanmoedigen. Om in die cultuur te zijn. Dus daarom, bedenk, ja, hoe de realiteit in de hemel is. Ook als het gaat om ons spreken, onze houding. En dat is een houding van innerlijke ontferming. Innerlijke ontferming betekent zich het lot van iemand aantrekken en ervoor gaan zorgen. Onder de hoede nemen, uit nood te helpen. Dan die goedheid. Hè, dat heeft met de welwillendheid te maken. Nederigheid. Nederigheid, een houding van nederigheid. Ja? En dat is nederigheid is het, zo heb ik het maar gezegd, is het aannemen van een houding waarbij je geen aanspraak maakt op macht of eer. Dus ik doe geen aanspraak op macht of eer. Ja, maar een houding ja, van waar ik een ander die macht of die eer wil geven. Nou, een houding van zachtmoedigheid, geduld. Nou, en dan staat er verder dus in het woord. En verdragen elkander en vergeven elkander. Hebben we het net over gehad. En doe bij dit alles de liefde als een band van de volmaaktheid aan. Een andere vertaling zegt, bekleed jezelf bovenal met liefde die ons allemaal in de volmaakte harmonie brengt. Ja, die ons allemaal in de volmaakte harmonie brengt. En als we denken aan de realiteit van de hemel, daar zijn Vader, Zoon, Heilige Geest. He, Christus ook als Zoon van God, maar ook als Zoon van mens, van de mensen. Hij zit daar als de mensenzoon. En hij leeft in die volkomen harmonie met God. Wat zou er gebeuren als de kerk van Jezus Christus, als het lichaam van Jezus Christus, steeds meer in die harmonie met elkaar omgaat? Elkaar niet willen corrigeren, maar elkaar willen adviseren. Zodat de Heilige Geest mensen kan overtuigen. Ja, en dan staat er, en de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in je harten en wees dankbaar. Het woord van God, het woord van Christus woont rijk in je. Als je gaat denken zoals de hemel denkt, ga je ook spreken zoals de hemel spreekt. En ga je ook doen zoals de hemel doet. Dat is het mooie. Dat vind ik zo heerlijk, dat ik denk van, Heer, ik wil steeds meer denken zoals u denkt. En het woord van God zegt ook dat we deel hebben aan de gedachten van Christus. Ja, dus we kunnen zeggen, Heer, wat denkt u hierover? Ik noem het F-woord, wat denkt u hierover? Ik weet nog dat ik een keer, ik had een pastoraal gesprek. En die vrouw, wat ze vertelde, het was zo verschrikkelijk. En ik zei tegen haar, ze man, wat een K-tijd. Nou, je weet denk ik wel wat er achteraan komt. En wat moeilijk voor jou. Echt, dat is echt zwaar K, zei ik. En toen kwam ik thuis. En toen zei de Heilige Geest dit tegen me. Was het nodig om dat woord te gebruiken? Of had je ook een ander woord vanuit mijn woord kunnen gebruiken? Toen dacht ik, ja, nee, dat was helemaal niet nodig. En toen zei hij, wat zou je dan kunnen zeggen? Ik zei, oh, ik had kunnen zeggen, Heer. Ik had kunnen zeggen tegen die vrouw, wat ga jij door een diep dal, hè? Wat een duisternis. Wat een plek van woestijn zijn. En dan had ik hetzelfde bedoeld. Maar had ik wel het woord van Christus gebracht. Ja, dus het is soms gewoon heel goed om te kijken van,
oké, kan ik dingen anders doen? Kan ik dingen vanuit die cultuur doen? En toen kreeg ik ook vrede in mijn hart. En ik heb het daarna, zover ik het weet, eigenlijk nooit meer op die manier tegen mensen gezegd. En dat is een verandering. En dan is het woord van God rijkelijk in je. En dan de vrede regeert. Daar staat in een andere vertaling: the peace that Christ is to guide you in the decisions you make. Hij wil jou, dus als je gaat denken als Christus, en dan ga je ook spreken als Christus, ga je ook handelen als Christus. En dus daarom dat vernieuwd worden, ja, opdat je verandert. En zodat Christus zichtbaar wordt. En wat is dan het resultaat? Want er staat, waarom dit allemaal? Waarom moet je die leden doden? Waarom moet je je bekleden met Christus? Waarom moet je mij aantrekken? Waarom? En dan staat, hij zegt, want, met het resultaat, als er staat in de Bijbel zodat, mag je ook zeggen, met als resultaat. Met als resultaat, dus hè, als jij bedenkt de realiteit van de hemel, als jij doodt de leden in je lichaam, als je ook aflegt al het andere, die andere zooi, en aantrekt wat Christus heeft, en het leefstijl aanneemt, dan heb je dit resultaat. Zodat je in alle wijze elkaar dan onderwijs, of leert en terechtwijs, of ik vind het mooier dus, onderwijs en adviseert, met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, God brengende dank in je harten. En dan staat er, en al wat je doet, met woord of werk, doe alles in de naam van de Heer Jezus. God de Vader dankende door hem. We zijn weer begonnen met te zingen van dat zijn naam boven alles staat. En wat bedoelt de Bijbel daarmee? De Bijbel zegt, als jij een vertegenwoordiger bent. Dat jij vertegenwoordigt de glorie van God. Dus vul dit huis met uw glorie. Vul mijn hart met uw glorie. Opdat jij een vertegenwoordiger zal zijn. Want wij zijn, zoals de eerste Korinthebrief zegt in Korinthe 5. Daar staat dat wij ambassadeurs zijn van Gods Koninkrijk. En je spreekt namens Christus. Je laat ook het zien namens Christus. Maar we hebben allemaal nog van die momenten waarin we net als Lea gewoon nog wat jong zijn. En dat we nog niet zo goed weten. Hoe moeten we dan in vriendelijkheid spreken? Als jij uit een cultuur komt waar thuis altijd met elkaar gekat werd en gesnauwd werd. Hoe moet je dan spreken? Of dat je altijd onderuit gehaald werd. Maar dan kom je en dan word je vernieuwd in je denken. Dan ga je dus veranderen in je denken. Maar dat heeft soms even tijd nodig. En belangrijk is het. Als je dit rijtje nakijkt, ik denk dat er allemaal wel dingen in zitten waar wij ons herkennen. Hebben jullie dingen waarvan je denkt, ik denk dat God wel wil dat ik daarin vernieuw? Oh, zijn er niet zoveel hier, dus dat scheelt. Ja? Nee, maar ik denk dat als je de Heilige Geest vraagt, Heer, waarin wilt u mij de realiteit van de hemel laten zien? Wat wilt u dat ik afleg? Wat wilt u dat ik aantrek? Wat wilt u dat ik leer? Dan hebben we allemaal wel van die momenten, want dat is ons leven lang, ja, waarin we mogen vernieuwen. Wie durft er al wat even te noemen, te roepen? Want ik weet eigenlijk, hierin heb ik echt een stuk vernieuwing en verandering nodig. Ongeduld. Wie zegt ongeduld? Ah, zuster ongeduld. Wie zegt... Nee, niet zuster ongeduld. Nee, je bent natuurlijk niet zuster ongeduld. Ja, maar dat is een stuk ongeduld. Ik vind het, de geduld is voor u lastig dan. Ja, dat heeft ons te maken met een stuk temperament. Maar daar kunnen we ons niet achter verschuilen. Want we zijn een nieuwe schepping. Wie zegt van zichzelf, en dat kan je echt zeggen, ik ben een geduldig mens. Ik merk dat ik echt geduldig ben. Ah, kijk, nou, deze broer hier is een geduldig mens. Dus als onze lieve zuster, ja... Die kan soms wat dichter bij mensen zijn die dat geduld hebben. En dan kan je, ja, uw man, maar uw man is ook goed. Maar soms moet je ook naar andere mensen kijken in de gemeente en zeggen van, joh, ik merk dat ik nog hierin wat mag leren. Wil jij mij onderwijzen? Wil jij mij eens adviseren hoe ik om kan gaan met? En ik vind het zo mooi dat, ik weet niet hoe u heet, zuster.
zuster Lydia, dat zij zegt, ik weet het van mezelf. En daarmee beleid je het dus ook. Ik beleid het, ik erken het. Ja, ik stop het niet weg, ik erken het. En ik wil me daar ook van bekeren. Je wil het niet. Maar dan moet je het ook bewerken. Dus ik heb 3 B's. Ja, beleid, bekeer, bewerk. En wat ik vaak zie is dat we niet, dat we soms, en we beleiden het, ja, en we bekeren ons ervan. Ja, maar hoe gaan we dat dan bewerken? Hoe ga je dan dat veranderen? Dat moet je oefenen. Maar je moet ook telkens aan herinnerd worden. Toch? Ja, en dan moet je een plan maken. Dus soms moet je dingen doen waarvan je heel ongeduldig wordt. Waarvan je zegt, die zoek ik juist op. En ik neem mijn man mee, of ik neem mijn broer of zus mee. En ik denk, dit ga ik veranderen. Omdat dat ik zeg, Heer, vul dit huis met uw glorie. Met de cultuur van uw koninkrijk. Nou, dank u wel, Lydia, dat je dit zei. Iemand anders die zegt, ik word al overtuigd van de Heilige Geest. Dit is iets, daar mag ik gewoon mee aan de slag gaan. Daar mag ik leren, net als veten strikken, als je knoopjes van je blouse dicht. Maar ik wil dit leren. Wat was de Heilige Geest? Misschien dat de Heilige Geest ook van, hier mag je wel beter leren luisteren. Geweldig. Geweldig dat je dat durft te zeggen, dat je denkt van, en wat is waarom je het soms moeilijk vindt om te luisteren? Omdat je makkelijk praat, dus dat is een mooie kwaliteit van u, maar je moet leren luisteren. Wie zegt van mezelf, ik weet echt dat ik goed kan luisteren? Ja, hier is iemand en daar is iemand. Je zou daar een keertje een kopje koffie mee kunnen drinken of thee. Ja, ze zitten even te kijken, wie zijn het? Maar laat de mensen gaan staan die zeggen, ik kan heel goed luisteren. Ik ben iemand, ik kan echt goed luisteren. Ga eens even staan. Ja, ga eens staan, dan weet ze waar ze naartoe kan gaan. Kijk. Ja. En jij zegt gewoon, ik kan eigenlijk. Ik merk dat ik gewoon heel veel praat en dat ik niet veel luister. Misschien staan daar wel een paar mensen zeggen, die zeggen, ik ben altijd maar aan het luisteren. Ik zou niet eens weten wat ik precies moet zeggen. En we kunnen elkaar dus leren en onderwijzen. En dus ook adviseren. En dan kun je dat aanraden om dat te doen. Hé, hoe luister jij dan? En wij gaan er soms maar zo snel vanuit dat iedereen dit maar kan. Maar daarom zijn we geplaatst in het lichaam van Christus. Met allerlei verschillende facetten. Om elkaar te leren. Om elkaar te leren. En misschien begint iemand van hem wel een lied te zingen voor je. En dat je denkt, ik moet even goed luisteren wat daarin staat. Dat is wat de Bijbel eigenlijk zegt. Zo van, ik vind het zo mooi dat zo is. Dus beleid, bekeer en bewerk. Maak een plan. En waarom zouden we daarmee wachten tot morgen? Ga God vragen, wat is het plan? Als je ongeduldig bent, of je kan niet zo goed luisteren, of je denkt, ja, weet je, ik oordeel veel, maar ik wil dit veranderen, Heer. Dan kan je soms ook een teken zetten. Wil je even mijn tas pakken, Henk? Soms moet je jezelf helpen herinneren, toch? Dat je denkt, want ik vind altijd eigenlijk bij het... ik vind het altijd belangrijk in het huis van God, dat we het woord van God horen. Dat we het woord van God aannemen, maar dat we het ook gaan toe-eigenen. Ja, dus dat het niet is dat je man aanstoot, hé, heb je het gehoord, deze boodschap? Nee, wat zegt de Geest tegen jou? En dat je het dan ook gaat toepassen. Lydia, misschien zou je even naar voren willen komen. Ja. Hoe kan je jezelf herinneren dat je eigenlijk vandaag hebt gezegd, ik wil eigenlijk geduldiger worden. Kom maar even op het podium, is beter. Is mooier voor de livestream. Hoe kan je jezelf dan helpen herinneren? Want voordat je het weet, ben je weer ongeduldig, toch? Ja, maar weet je wat ik ook zo fijn vind? Het is een vrucht die in mij groeit, geduld. Ja. En daar ga ik me in oefenen door even tot 10 tellen. Dat vind ik ook altijd een pas op de plaats nemen. Van nee, even tot 10 tellen. Ja. En dat helpt mij. Ja. En soms gaat het weer helemaal mis, hoor.
Ja, je kan tot 10 tellen, maar wat ik zo mooi vind van kinderen van God, je kunt tot 10 tellen, maar je kan ook zeggen, wat is de realiteit in de hemel? Hoe denkt de hemel hierover? Dat is, want dan krijg je direct advies. Dat vind ik heel mooi. Ja. Het is ook zo. Ja. Ja. Ik denk ook heel vaak, hè, die tekst van God zal in al mijn behoeften voorzien. Dus als ik ongeduldig ben, zeg ik, Heer, help mij om geduldig te zijn. Weet je wel? En dan vraag ik hulp aan Jezus, die mij dan toch weer rust geeft. En, maar je zou ook kunnen vragen, Heer, wat is het dat dit mij nu zo ongeduldig maakt? Dat niet gaat zoals ik wil, denk ik. Oké. Heer, waarom moet het altijd gaan op mijn manier? Kunt u me uitleggen? Dat het dan vlugger is en efficiënt. Heer, dan gaat het vlugger en efficiënt. Maar hoe denkt u daarover? En dan zegt de Heer bijvoorbeeld, het is wel vlugger en efficiënt, maar je geeft anderen niet de ruimte om zelf te leren. Of, het is wel vlug en efficiënt, maar dan word je zo moe van, Lydia. Of, het is vlug en efficiënt, maar het kan ook op een andere manier, Lydia. Ja? En soms vraag ik gewoon aan de mensen van, joh, zou je gewoon zeggen, opnieuw je wel herinneren deze week aan deze boodschap? Van, Heer, ik wil me aan deze boodschap herinnerd worden. Want er staat, hè, al wat gij doet met woord of daad, doet alles in de naam van de Heer. Dus in woord en daad. En ongeduld, ja, dat komt omdat je als je aan het handelen bent, als je met mensen bezig bent, dan komt er een stuk ongeduld. Dus daad. En onze handen spreken ook van daden, toch? In het handelen. En dit is wat God me een tijd geleden heeft laten zien. Die zei, iemand inspireerde me daar ook bij. Ezra, die inspireerde me, die zei, als ik een belofte doe of een moment van overgave heb. En zij ging het vooral omdat zij niet vrijmoedig genoeg was. Ze zei van, ja, dan zit ik in de kerk en denk ik, ja, ik wil de buurvrouw vertellen van koning Jezus. Ga ik doen. Maar maandag, zegt ze, dan denk ik niet meer aan. Of dan denk ik er wel aan, maar. En wat zij deed, ze maakte een van haar nagels maakte ze blauw. Ik heb hier goud bij me, maar ik heb ook blauw bij me. Gewoon om deze week, heel bewust, voor wie dat wil, en ook de mannen, ja? Want je collega vraagt aan jou, waarom heb jij een gouden nagel? En dan zeg je, nou, ik ben aan het leren, dat is misschien gek, maar ik wil mezelf eraan herinneren dat ik graag geduldiger wil worden. En dat moet ik heel actief doen. Ja. En dit hoeft niet. Luister goed, ik vraag. Maar soms kan het wel helpen. Het heeft mij zo geholpen toen ik mijn pinkje blauw had geverfd. En mensen me vroegen, waarom heb je nagel blauw gedaan? Ik zeg, nou, omdat ik gisteren een preek heb gehoord, of van de week een preek heb gehoord. En ik echt heb gezegd, ik wil meer getuigen van wie Jezus Christus in mijn leven is. Maar nu je er toch naar vraagt, mag ik gewoon nu getuigenis geven van wie Jezus in me is? Want ik ben dit aan het leren. En dat mocht. Dus het kan ook een middel zijn. En niemand gaat me zeggen van niet de deur uit of je krijgt een nagel. Maar het helpt wel. En dat is ook een stuk, het is best wel heftig om te zeggen van ja, ik ben aan het leren van geduld. Er is genade natuurlijk, maar nou, om van jezelf te zeggen, ik ben een beetje ongeduldig. Of ik ben erg ongeduldig, maar ik wil het leren. Dat is nederigheid. Op een hele goede manier nederigheid. En God zegt, als jij je wilt vernederen onder mijn hand, zal ik je verhogen. En je bent, zo liefdevol is er. Dus ik zeg niet dat je het hoeft te doen, maar dit zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dus dit is mijn uitnodiging. Naast dat er nu zo dadelijk straks ook gebed is voor mensen, kan je ook deze, en ik heb ook blauw bij me, dat je zegt, ik meen me serieus, Heer. Ik wil niet alleen maar het toe-eigenen, ik wil het ook toepassen. Deze week draag ik gewoon goud of blauw aan mijn nagel. Ja. Er was een man die ik deze preek ook had in een andere toepassing. En 4 jaar daarna kwam hij naar mij toe en hij had nog steeds had zelf blauwe nagelen gekocht. En hij zegt, kijk, ik doe het nog steeds, want ik wil me elke dag herinneren. Ik wil een ambassadeur zijn van zijn koninkrijk. Die man is dat gewoon blijven doen. Soms moeten we onszelf ook helpen. En dit kan ook iets zijn om te helpen. Dankjewel voor je enorme moed. Ja.
Dus beleid. En misschien moet je vandaag eerst beleiden tegen iemand. Zeggen, nou, ik ga even naar je toe gaan. Ik ben vandaag overtuigd. Ik moet gewoon echt zachtmoediger worden. Of ik weet dat ik dit moet doen. Ja, doe dat dan ook. Ja, en want daarvoor zijn we gaar. We veroordelen elkaar niet. En dan bekeer je ervan. Dan zeg je, ik bekeer me daarvan en ik bekeer me tot. Ik trek dat oude uit en ik trek het nieuwe aan. En hé, mijn kleren sprongen vandaag niet direct over op mijn lichaam. Daar moest ik even iets voor doen. Toch? En zo zegt God ook, je hoeft het niet in één keer te doen. Maar wees ermee bezig. Bekleed je met mij. En dan bewerk het. Maak een plan om je veranderingen te brengen. En misschien helpt dit om je daaraan te herinneren, zodat je een plan gaat maken. Misschien weet je nu al een plan. Helemaal goed, maar maak een plan, want zonder plan ga je er niet komen. Ja? Dus ik moedig jullie aan om gewoon hiermee aan de gang te gaan. Ik ga er zelf ook mee aan de gang. Hè, met waar ik vanmorgen zelf weer opeens dacht, ik, ja, nou dit is het wat Henk bedoelt elke keer. Nu weet ik het en nu gaan we, en wil ik daar ook gewoon met Henk meer over gaan praten. Oké, help mij. Help mij om die vraag anders te stellen, zodat ik jou niet irriteer. Want ik vraag dan geen vragen. Eigenlijk zeg ik al wat ik wil en dat is helemaal geen vraag meer voor hem. Dus ik denk, oh, wacht eens even. Dus dan gaan we weer aan de gang. Je moet het ook bewerken. Ja? Vul dit huis met uw glorie. Het is niet in één keer uitstorten, het is vaak vullen. Met de cultuur van Gods Koninkrijk. Zeg het ook tegen mensen. Ook mensen die binnenkomen. Wij zijn mensen. Wij zijn in de verandering. Wij zijn in de verandering doordat we vernieuwd worden. Daarom komen we elke keer bij elkaar. Daarom hebben we profetische avonden. Daarom gaan we bidden en vasten. Want we willen vernieuwd worden, omdat de Heer ons verandert.